Terwijl we ons omringen met prachtige kerstversieringen en de warmte van elkaars gezelschap, staat in deze tijd van het jaar de komst van Jezus naar de wereld centraal. We doen dat in een wereld die door conflicten en oorlogen niet zo vredig is als de boodschap van het kerstverhaal. Want terwijl we kerst vieren, realiseren we ons dat gezinnen en landen verscheurd worden door oorlogsgeweld. Zo feestelijk als deze dagen horen te zijn, is het niet overal in de wereld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de situatie in Oekraïne, in Israël, de Gazastrook en zoveel plaatsen in de wereld waar het voor mensen moeilijk is om in vrede samen te leven en waar de mensen dagelijks te maken hebben met grote onzekerheid en geweld. In een wereld die soms donker lijkt, is het goed om ons te richten op het verspreiden van licht. Laten we daarin zelf het lichtend voorbeeld zijn. Laten we het licht van begrip schijnen in plaats van oordeel. Het licht van vriendelijkheid in plaats van onverschilligheid. En het licht van vergeving in plaats van woede. Want vrede op aarde is niet alleen een wens, maar ook een opdracht. Laten we ons inzetten voor vrede in onze harten, in onze huizen, in ons dorp en in onze plek in de samenleving. Dat betekent niet dat er geen uitdagingen zullen zijn, maar het betekent dat we vastberaden zijn om ze op te lossen met begrip en mededogen. Laten we de gelegenheid aangrijpen om bruggen te bouwen en de verschillen te overbruggen die ons soms verdelen. Ik sta hier bij de haven voor de visafslag. Deze is mooi verlicht. Maar mensen houden niet van donker. Het heeft voor velen ook iets beangstigends. Verlichting helpt ons, ook om uiting te geven aan gevoelens zoals gevoelens van blijdschap. Bijvoorbeeld omdat we denken aan het feit dat de visafslag dit jaar 100 jaar bestaat en dat dit jubileum met elkaar gevierd werd. Verlichten doen we overigens bij uitstek met kerst. We verlichten in deze donkere periode van het jaar schepen in de haven en onze huizen. Laten we in deze donkere tijd extra stilstaan bij hen die het moeilijk hebben en het licht goed kunnen gebruiken. Laten we bidden voor vrede in de wereld, zodat overal het licht van kerst mag schijnen. Kerst als het feest van de geboorte van Jezus, de brenger van het licht. Ik wens u en jullie allemaal, ook namens mijn vrouw Manny, een gezegende kerst.